terrormeeuwen teisteren Goesoost. En daar gaan ze nu wat tegen doen, met deze roofvogel. De grootste overlast is 's nachts schreeuwen. Want de meeuwen die broeden hier bovenop de daken, de platte daken. Er ligt grind. En in juli, augustus, soms september nog, dan moeten de jongen leren vliegen. En dan beginnen ze vreselijk te schreeuwen. Ja, de overlast is echt groot. Ik had me dat ook niet gerealiseerd totdat ik daarmee in aanraking kwam door een tweetal dames uit de wijk. Die al 4 jaar lang doende zijn om die meeuwenoverlast niet alleen kenbaar te maken, maar er ook iets tegen te laten doen. Dat is nooit gebeurd en toen wij ons erin verdiepten, bleek inderdaad dat er sprake is van een grote mate van overlast. Met name in en om de scholen waar platte daken zijn. Nou, ik ben onder andere ben ik naar alle scholen gegaan en vooral het Austria Lyceum, dat was het ergste. En die jeugd die gooide zoveel rommel weg, dat we dus echt dat daar naartoe gegaan zijn. En toen zeiden ze van, nou, het is eigenlijk nog niet zo erg, het valt wel mee. Hoe kun je het gaan oplossen? Daar zaten wij aanvankelijk ook over te dubbelen als werkgroep Wijkbelangen Goes-Oost. Totdat wij ineens aan die valkenier dachten. En die gaf ons eigenlijk als oplossing nooit, never voeren.